laten zien wat er gebeurt als je Payoneer Mastercard gebruikt om dan te pinnen bij een Surinaamse automaat. Welcome to the Refreshing Vibes, mijn mensen. Dit is Fabrizio Ajaco, signing in. Ik ga gelijk door met mijn video. Ik kan eigenlijk niet pinnen hier, want het is een automaat, een cashpoint automaat aan de Magenta kanaal, ter hoogte van Rock Oil. Mensen, ik probeerde daar te pinnen met mijn Payoneer Mastercard, maar ze accepteren daar alleen de Visa kaart en B-Nets. Dus ben ik snel gegaan naar Hermitage Mall om daar de Republic Bank ATM-machine uit te proberen. En daar zal ik laten zien wat het resultaat is. Check it out. Welkom iedereen. Ik zal nu laten zien welke reactie ik krijg als ik mijn Payoneer Mastercard gebruik bij een Surinaamse ATM-machine. En hier is mijn Payoneer kaart. Ja, ik ga het nu gebruiken. Laten we het even checken. Zorg ervoor dat je ATM-machine Mastercard accepteert. Want we weten allemaal dat niet alle ATM-machines in Suriname een Mastercard accepteren. Dus let daar maar op dat het de Mastercard accepteert. Ik zal dan mijn Mastercard inserten. Ik klik dan op Nederlands. Wilt u een transactiebon? Nee, ik wil geen transactiebon. Ik ga dan mijn code invoeren. En ik druk op enter. Oké, en ze vragen me opname, cash advance. Ik ga dan daarop. Let op alle gelden verstrekt door de automaat en in lokale valuta. Wat wens je te doen? Ze geven aan dat ik het aan een SRI ga krijgen. Ik ga doorgaan met de transactie. Hier rekening. Ik zal dan een 100 SID eruit halen. Dit is gewoon alleen voor de purpose of this video. Ik ga dan een 100 SID eruit halen. Uw transactie wordt verwerkt, mensen. En dit is mijn Payoneer Mastercard. Mensen. Laten ze zien of ik aan money gekomen of niet. Ik ga dan mijn kaart verwijderen. Mensen, check het. Dit is mijn Payoneer kaart en kijk mijn geld daar. Mensen, ik heb SID ontvangen. Ik heb SID ontvangen. Maar de bedoeling is eigenlijk om valuta te ontvangen. Ik wilde eigenlijk testen of ik valuta ga ontvangen of SID. Maar blijf afgestemd. Dit is een automaat van de. Is het van de Republic? Is van de Republic Bank. Ja, maar ik ga sowieso mijn best doen om een andere bank te proberen waar ze dan valuta kunnen verstrekken. Ik ga kijken of ik de. Welke bank kunnen we nog proberen, uitproberen? Laat me weten in de comment. Laat me weten in de comment section. Als je een idee hebt van een bank welke ik zou kunnen uitproberen om te zien of ik dan valuta zal ontvangen. Thank you very much.